Dit is zo'n 3D geprinte klomp. Deze is met houtvezels versterkt. Dus dit is een stukje natuurlijk product. We zijn daar aan het onderzoeken hoe we deze producten kunnen maken met behulp van reststroom uit de landbouw. Dus zoveel mogelijk met natuurlijke producten die in die klomp worden verwerkt. Dit is een houtvezel vermengd met een PLA. Dat is een soort van plastic eigenlijk. Ik ben een van de laatste die het vak echt zeg maar, van mijn vader heeft geleerd. Ja. Ik denk als we stil blijven staan dat er geen toekomst is voor de klomp. Maar als je ziet wat voor belangstelling er is vanuit binnen- en buitenland voor het product. Het is eigenlijk een icoon ook voor Nederland. Dan moet je creativiteit gebruiken. Moet je uitgaan van het creëren van meervoudige waarden. Zoals we dat zeggen in de klompenwerkplaats van de toekomst. De traditionele manier van maken blijft ook. En zo moet je het maar voorstellen. Dit is het papiergeld en het Fort Knox zeg maar, staat hierachter. Daar ligt het goud opgestapeld zeg maar, en dat zorgt voor de waarde die wij in deze klomp kunnen stoppen. Dit is een hele bijzondere. Zeg maar. Dit is ook een klomp die tot stand gekomen is. Ook met studenten naar gekeken van wat zou je nou kunnen doen. En dit is een klomp die compleet in draadmodel is opgebouwd. En dat betekent dat je, vroeger hadden heel veel mensen last van hun wreven en een hard voetbed. Nou, hier kun je dus een voetbed maken dat als het ware in de klomp hangt. En daardoor wordt het flexibel en voelt het veel zachter aan je voeten. Kunnen we dit al maken, zeg maar, dat je er tijd op kunt lopen? Nog niet, maar we zijn wel aan het kijken van is dit nou een vorm die de traditionele klomp zeg maar, in ere houdt. Maar eigenlijk alle nadelen die de klomp had wegneemt en toch de voordelen behoudt.